Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Deze video is een shoplog van tweedehands kleding en Louis Vuitton. Ik was gisteren naar Amsterdam geweest en toen heb ik bij de Episode en bij de Zipper iets gekocht. Zeg maar, dat zijn... Hallo? Jullie zijn super lief. Jullie maken alleen maar geluid. Ja. En dat had ik op Instagram gezegd en nadat ik die foto op Instagram had gezet, kwamen er zeg maar honderden DM's met shoplog, 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 shoplog. En zelfs onder foto's dat mensen reageerden, ga je een shoplog maken, ga je een shoplog maken. Dat ik echt dacht van, oh, ik had nog niet eens nagedacht over een shoplog over deze producten, maar oké, I'm gonna do that. En vandaag ben ik met mijn vriend Jeremy weer naar Amsterdam geweest, gewoon een gezellig dagje. En toen heb ik weer iets gekocht bij de Episode en heb ik iets bij Louis Vuitton gekocht. Dus dit is een Episode zipper. Dus haakjes tweedehands / Louis Vuitton haul shoplog. Dus ik denk dat ik ga beginnen met wat ik bij de Episode heb gekocht. De Episode, zeg maar, wat de Episode en de Zipper zijn. Je hebt tweedehands winkels en je hebt Episode Zipper. En volgens mij heb je ook eens al vast nog wel meer vintage. Zeg maar, het is meer vintage dan tweedehands. Het is namelijk duurder dan echt, zeg maar, kringloop, tweedehands. Als je bij de kringloop naar binnen loopt, dan heb je zeg maar echt shirts voor een euro en zo. En Zipper en Episode en al dat soort dingetjes is meer heel erg vintage, wat heel erg ook nu in is. En waar je bijvoorbeeld zeg maar een shirtje van, laat ik zeggen, nou ik zal het wel laten zien sowieso, maar dan heb je bijvoorbeeld een Champion trui voor in plaats van wat je bij Champion betaalt, 100 euro, heb je daarvoor 25 euro, dat soort dingetjes. En je hebt heel veel bombers. Ik heb natuurlijk twee, ik heb een zwarte bomber en een grijze bomber. Die komen allebei van de Episode af. Zeg maar, ze hebben heel veel oldschool dingen van vroeger, dus echt vintage, wat nu ook heel erg in is. Dus het zijn, ik vind het in ieder geval hele superleuke winkeltjes. Je kan altijd wel iets vinden. Je krijgt ook altijd van die leuke tasjes mee. Hier staat een Episode, op de andere kant staat Nothing New. En je krijgt iedere keer een ander tasje mee. Dus je krijgt nooit dezelfde. Ik heb echt 10 verschillende van dit soort tasjes. Oh. En het is gewoon super leuk. Het is ook gewoon heel erg cute. Maar ook heel erg fashionable. Als allereerste heb ik dit shirt. Dit shirt heeft mij 11,50 euro gekost. En ik, zeg maar, ik ben altijd op zoek naar, net als dit, gewoon zwarte shirts die een beetje oversized zitten. Die gewoon cool zijn, waar een leuk printje op zit. Alleen zijn er heel veel van die shirts met draken en doodshoofden en van Metallica. Alleen niet, zeg maar, de coole Metallica van nu shirts die je zeg maar bij de H&M zou kunnen kopen. Maar echt de old school, de originele Metallica shirt. Echt heel erg cool. En toen zag ik er eentje tussen liggen. En die is van AC/DC. En het is dit shirt. Het is een beetje fout, maar ik vond het wel heel erg cool. En de reden dat ik deze moest hebben, is omdat AC/DC met zwarte steentjes is ingelegd. Nou, dit shirt van Cher. Heb ik allemaal steentjes. Ik ben de laatste tijd helemaal into de diamanten, studs, Swarovski steentjes, helemaal ingelegd, helemaal dream. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar oorbellen, schoenen, alles moet opeens ingelegd zijn met steentjes. Ik ben opeens obsessief met steentjes. Dus toen ik deze zag, dacht ik echt, ja, en een zwart shirt is heel erg mijn aesthetic. Dus deze moest ik hebben en voor 11,50 euro. Kijk, het is zeg maar dezelfde prijs als H&M een beetje. Alleen dan krijg je zeg maar vintage dingen. Dus echt super cool. Dus dit is het item nummer 1. Dan zag ik dit item en volgens mij was deze 22,50. En het is zeg maar een houthakkers blouseje. Alleen dan met een voering erin. Dan is hij best gewoon echt heel erg warm. Dus het is zeg maar best wel dik. En ze hadden er echt super veel hangen. Ze hadden echt super veel verschillende kleuren. En eerst had ik er eentje in mijn hand. Alleen toen dacht ik, laat ik nou gewoon eventjes voor een wat meer gaanbare kleur gaan. Omdat ik het ook daadwerkelijk aan kan. En niet denk voor leuk voor een foto en that's it. Maar hij ziet er dus zo uit. Ik zal eventjes voor jullie aandoen. Ik lijk nu echt net van skater iemand. Het is net iets te kort, zoals jullie kunnen zien. En als je ooit in de Episode bent geweest, weet je precies hoe de Episode ruikt. En zo ruikt dit nu dus ook. Het is een beetje een muffige geur, maar... En... Oh nee. Oh shit, zie. Staat nog goed. Oh, dit is hem. En ik vond hem echt super cool. En hij is best wel, zeg maar, hij past het best wel goed dat het XL is. Dus waarschijnlijk is hij gewoon een beetje gekrompen door het wassen en zo. Maar ik vond hem heel erg cool. Als ik nu zo met deze muts en de stijl zo lijk ik een beetje op een skater. Vinden jullie niet? Dus dat was alles van Episode bezoekje nummer 1. Ik denk niet dat je een houthakkers blouseje met een voering erin, zeg maar, die wat warmer is, nu nog tegen zou komen. Ik denk echt dat je daarvoor naar de Episode of whatever moet. Ik denk niet echt dat je dat bijvoorbeeld bij een H&M of whatever kan kopen. Zoals jullie weten, I don't give a fuck of het man, vrouw, whatever is. Ik vind dat make-up en kleding geen gender heeft. Dus ik kijk ook niet naar of het man of vrouw is. Als ik het leuk vind, draag ik het gewoon. Dit is in ieder geval het merkje. Ik ken het niet, maar
Daaronder staat menswear, dus het zal sowieso menswear zijn. En het meeste komt volgens mij uit Amerika. Het meeste wat ze binnenkrijgen komt ook uit Amerika. En dit is natuurlijk heel erg Amerikaans. Toch? Amerikaans? Ah, dat wel. Dan, bezoekje nummer 2 was vandaag. En toen kreeg ik gewoon een plastic zakje. Dat hebben ze ook, alleen zeg maar de katoenen tasjes zijn wat meer recyclable. Als die op zijn, krijg je gewoon zo'n tasje. En voor deze moet je betalen en voor de katoenen tasjes niet. Best wel grappig, maar voor deze moet je 10 cent betalen. Voor de katoenen tasjes hoef je niks te betalen. Dus daar was ik vandaag weer eventjes met Jeremy heen. Omdat ik dacht van, misschien, weet je, want ze hebben er in Amsterdam 3 zitten. Die bij de Prinsgracht, als ik het goed heb, die vind ik het leukst. Tot nu toe, daar heb ik de leukste dingen gevonden. Daar heb ik dus ook de houthakkers en het dingetje gevonden. En dan heb je er nog één ergens achter in de stad. En dan heb je er ook nog één bij Waterloo. En deze heb ik bij Waterloo locatie gekocht. Echt heel groot. Dat was best wel veel dingen. Ze hebben er ook hele grote mooie bonte mutsen. En zo, echt prachtig. En daar zag ik deze Reebok grote Reebok rode trui. Echt heel erg cute. En hij is in maat geen idee. Want dat is er dus zeg maar... Hieraan kan je zeg maar echt zeen dat het vintage is, omdat zeg maar het maatlabeltje helemaal versleten en oud is. Maar het is echt een Reebok en dit vind ik dus super cool. Ze hebben dus heel veel Reebok. Ik heb ook een Adidas. Ik zal even een foto doen van dat vest, want daar ik heb hem echt heel vaak aangehad. Adidas vest heb ik ook van de episode. Het is dan echt Adidas, origineel Adidas. Alleen dan voor Adidas, zeg maar nu zou je, nou wat zal het zijn, 80, 90, 100, 120 euro zou betalen. En nu betaal ik er 25 euro voor. En natuurlijk, zoals je kan zien, het is heel erg gedragen. Het ziet er heel erg oud uit. Het ziet eruit alsof je het uit je vaders kast hebt gepakt. Die het al honderdduizenden keren heeft aangehad. Maar ik vind het juist echt wat hebben, dat old school. Dat het is al gedragen en hier zie je niemand meer mee omdat het super vintage is. En ik vond rood sowieso heel erg leuk. Dus deze was dus 25 euro en ik denk dat dit een M is, of een L, een M of een L. Maar ja, hij zag er wel uit alsof het mij paste en ja, ik vond hem echt super cute. Dus dat was mijn tweede bezoekje bij de episode, toen ik het laatste item van de episode heb. Dan ben ik bij Le Zipper geweest en een zipper ken ik door een vriend van mij, Dion. Die had mij een keer meegenomen naar de zipper. Hij is heel vaak in een beetje die vintage oldschool stijl, vind ik altijd heel erg cool. En hij heeft me een keer echt, weet ik wat, toen was ik nog niet eens Jesse, echt heel lang geleden, mijn keer daarmee heen genomen. Toen dacht ik, oh, dit is echt wel cool. En dat ziet er zo uit. En deze heeft volgens mij, wat ik weet, maar één locatie in Amsterdam. Ik weet ook niet of die verder nog meer dan behalve Amsterdam nog in andere steden zit. Ik weet alleen dat die van in Amsterdam en waar die zit. Zo, oh, ze hebben ook een site. Zipperstore.nl. En daar heb ik een aantal dingen gekocht, waaronder deze muts. Want het was gisteren zo koud en gisteren begon het te sneeuwen. En ik heb altijd last van mijn oren. Ik heb zeg maar hele slechte oren. Ik weet niet wat er met mijn oren is. Maar als ik ga vliegen, dalen, stijgen door de drukverschil, krijg ik heel erg last van mijn oren. Ik heb mijn C-diploma niet mogen halen. Omdat het gewoon niet ging met mijn oren. Omdat de druk gewoon te veel werd. Omdat ik dan heel diep onder water moest voor die duik door het gat heen. En ik had vroeger altijd van die dop in mijn oren. Ik heb vroeger altijd buisjes gehad. En ik heb zeg maar, ik heb blijkbaar dus iets met mijn oren. Waarom vertelde ik dit ook weer? Oh ja, de muts. Wauw. Ik was echt even helemaal in mijn verhaal verdwaald. En dus ook als het heel erg koud is buiten. En vooral ook als ik aan het fietsen ben of gewoon te lang buiten loop, waar het heel erg koud is. Krijg ik enorme druk en gewoon steken in mijn oren. Ik kwam de zipper binnen en ik dacht, oh, een soort van, het voelt een beetje als een brain freeze. Wel echt gewoon geconcentreerd op je oren. Het voelt heel erg raar. Dus ik zag mutsen hangen en ik dacht, deze vond ik heel erg cool. Het is zeg maar gewoon een normale muts. Alleen, dit ziet er raar uit. En ik vind het zeg maar, als je hem normaal op je hoofd, dat heb je zeg maar zo'n puntje hier nog uitsteken. Dat vind ik heel leuk. Dus ik heb hem een soort van als een, ja, hoe noem je dit? Een vissersmutsje of zo. Vissers hebben er altijd zo'n mutsje op of zo. Heb ik hem zo omgeslagen en ik vond het heel cool staan. Dus ik heb het vandaag ook weer opgehad. Omdat ik dacht, het is koud buiten. I need a muts. En mijn oren zijn gewoon lekker warm. En waarschijnlijk heel rood, omdat ik het warm heb. Deze was 7,50. Dus gewoon te doen. Dit zal niet oldschool zijn. Het zal gewoon ingekocht zijn. Want dit hebben we ook. Want Zipper heeft wel zeg maar originele dingen van Zipper die ze waarschijnlijk gewoon inkopen en overkopen. Dus ze zullen ook online, ja, daarom hebben ze waarschijnlijk ook online. Ik denk dat ze best wel veel originele dingen hebben wat van Zipper is. En ze hebben ook zeg maar tagjes waar Zipper in staat. Het tweede item. Moet ik wat hoger zitten? I don't know. Zo? Het is beter geweest, hè? Ja. Als jullie misschien weten, mijn vlogs kijken of mij tegen hebben gekomen of whatever, zien jullie dat ik bijna altijd bombers aan heb. Ik hou van bombers. Ik heb een zwarte, ik heb een grijze. En die heb ik allebei bij de episode gekocht. Maar bij de zipper zag ik ook een hele rij met bombers hangen. En ze hadden allemaal kleuren. En dacht ik, oh ja, misschien wil ik ook nog wel die kleur. Maar toen zag ik deze bomber. Deze bomber is geweldig. Het enige super jammer aan deze bomber
Ze hadden alleen nog maar een S of XS. Dus ik heb hem in een S meegenomen. Maar mijn andere bombers zijn een beetje niet glimstof. Maar een beetje dat wat meer glimmige stof. En dit is echt meer katoen zoals je kan zien. Maar het ziet er echt nog heel goed uit. I love it. En de rits is ook echt goud. En ik ben ook helemaal obsessed met goud. Goud glitter, I'm obsessed. En hij zegt, maar hij komt ook best nog wel goed. Zeg maar, hier is mijn einde van mijn rug. Hier begint mijn kont. Dus hij zit in principe prima. En het hoort natuurlijk oversized te zitten. Daarom zit deze heel erg gefit. Omdat het dus S is. I need this. I need this in my life. Dus deze was €45. Volgens mij zijn bij de episode waar ik de andere twee bombers vandaan heb, zijn ze 30. Maar omdat deze wat specialer is, zoals deze 45. Helemaal, ik zit trouwens echt na te denken of het wel tweedehands is. Want het ziet er echt oprecht allemaal zo nieuw uit. Misschien dat het gewoon nieuw is. Dat kan ook. Maar het was €45. En dat bedoel ik dus met het is niet, zeg maar, echt kringloop tweedehands. Het is echt vintage of zoals wat de zipper ook veel heeft en vintage. En het zijn bijvoorbeeld heel veel echt oldschool vintage guestbroeken. Echt die echt maar gewoon wijdlopen, echt van vroeger. Die zijn ook nieuw shape en nu helemaal verkopen. Ook een mom jeans en al dat soort dingen. Ze hebben echt heel veel leuke dingen. Maar ik denk dat deze trouwens gewoon nieuw is. Want het ziet er nog zo goed uit allemaal. Dat ik het kan niet tweedehands zijn. Het is niet, zeg maar, echt cheap cheap. Dus verwacht het ook niet. Maar verwacht wel heel veel hele unieke dingen. Dus echt unieke dingen die je niet bij de H&M zomaar kan kopen. Dus die niet iedereen zal hebben. Like die bomber. Wie gaat daarmee lopen? Die Reebok trui. Wie gaat daarmee lopen? Snap je wat ik bedoel? Ik krijg heel veel unieke dingen. Dan het laatste wat ik bij de zipper heb gekocht. Vond ik persoonlijk heel erg leuk. En ik weet dat het niet origineel Champion is. Omdat het labeltje aan de binnenkant niet Champion is. Maar ze hebben de logo's eraf geknipt. Onder en boven. Die hebben ze hier erop genaaid. Maar alsnog vond ik hem heel erg leuk. Ik heb er in ieder geval €35 voor betaald. En ik vond het wel waard. Zeg maar. Dit is de tag er binnenin. Dus het is sowieso niet origineel. Maar het is een hele grote witte. Hey. Hoe noem je dit? Ik weet niet hoe je dit noemt. Of je dit nou een hoodie noemt, maar volgens mij is het een hoodie met een capuchon. Of je dit een trui noemt, maar een trui is niet dit. Ik weet wat de naam van dit. In ieder geval, het is dit. Ja, het is blauw hè? Ja, blauw met groene letters Champion. En hier onderop zit het kleine Champion logo. Ik weet dat het soort van uitgeknipt is en gewoon erop is genaaid. Dus het is niet origineel Champion. Maar het zal waarschijnlijk van een heel oldschool, want deze stof is zo freaking zacht. Als ik deze trui in deze stof had gehad, was ik nog 10 keer gelukkiger geweest. Maar ik vond hem heel cool. Ik heb niet echt veel witte trui of zo. Dat er gewoon zo'n Champion op stond. Ik vond het wel cute. En het is ook wel origineel. En je ziet het niet. Omdat het ook niet origineel Champion is. Ook lekker oversized. Wat voor maat heb ik hem? 2 keer XL. Nou, kijk aan. Very oversized. I love it. En dat was het laatste wat ik bij de zipper heb gekocht. Dus dat was al het tweedehands wat ik heb gekocht. En ik wou heel eventjes snel, omdat ik toch in Amsterdam was, wou ik heel eventjes naar de Bijenkorf inlopen. Want een tijdje geleden, nu denk ik 2 weken geleden, wou ik iets heel graag hebben bij Louis Vuitton. Dus ik ben naar Louis Vuitton gegaan en toen hadden ze het niet. En toen konden ze het ook niet bestellen. Omdat het, zeg maar, als je iets wil bestellen bij Louis Vuitton, dan moeten ze het uit de warehouse van Europa bestellen, volgens mij. En als het daar ook niet is, dan moet je wachten tot het eerst in die warehouse voordat je het kan bestellen. Maar het gaat om dit armbandje. En ik vind hem super cool. Ik vind hem oprecht echt geweldig. En zoals jullie weten heb ik uiteraard 3 Louis Vuitton armbandjes. Dus deze die een beetje hetzelfde is. Alleen dan is het goud in plaats van rood. Die met de V en de wat bredere. En dan die allereerste met, zeg maar, het Louis Vuitton scharnier dingetje. Super cute. Vond ik super leuk. Dus ik vond, toen ik die rode zag, ik ben de laatste tijd obsessief met een aantal dingen. Grote zwarte t-shirts met sterretjes. Sterretjes. Ik hou van sterretjes. Oh my god. Echt, als je weet wat ik bedoel, dan ga je nu helemaal stuk. Ik hou van sterretjes. Dylan Dildo. Oh my god. Ik weet niet waarom ik aan dacht. Ik weet niet waarom ik dit zei, maar steentjes. Oh my god, ik ben helemaal van mijn padje af op dit moment. Tering, waar ga ik heen? Waar ging ik heen met dit verhaal? Oh, echt even op mijn pad blijven vandaag. Dus ik ben helemaal obsessief met rood. Met goud en met dingen met steentjes. En dit is dus rood met goud. Ik had hem nog nooit gezien, heel erg uniek. En ik vond hem wel heel mooi bij de collectie staan. En ze hadden de vorige keer dat ik hem wou bestellen, hadden ze mij een nummer gegeven. Had ze mij echt haar nummer gegeven van, hier, bel me maar. Dan kan ik kijken of ik hem kan bestellen. En dan kan ik hem dan bestellen als het wel kan. Maar het kan een week of 2 weken duren. Ik heb 3 keer gebeld. En dan mensen neemt dus niet op. En dan kon ik geen voicemail inspreken. Dus ik dacht, ik ben er nu, ik ga wel eventjes langs. Dus ik was langs geweest, dus ik vroeg, kan je deze alsjeblieft bestellen? En toen gingen ze kijken en toen kon ik hem dus uiteindelijk echt bestellen. En ik was echt super blij. Dus ik dacht, ja, dus ik kon hem bestellen. Dus ik heb hem besteld nu. Maar ik moest, zeg maar, toen ze zagen dat ik hem kon bestellen, moest ik, zeg maar, je moet altijd naar zo'n gastje met de iPad lopen. En dan wordt je naam erop gezet en dan moet je wachten tot je aan de beurt bent om geholpen te worden. Dus nadat ze hadden gekeken, hebben ze me nog op de wachtrij gezet om dus te
wachten tot ik aan de beurt was. Dus dan laatste hij zeg maar in de buurt om winkelen. Op een gegeven moment zie je allemaal alleen maar mooie dingen om je heen. Dus je bent overal aan het kijken. En toen zag ik dus in mijn ooghoek daar zo in de mooie vitrine, zag ik een paar oorbellen. En toen dacht ik, hé, hey, die vind ik wel heel erg mooi. Dus toen ik zeg maar aan de beurt was, vroeg ik van, hi, mag ik die alsjeblieft zien? En toen uiteindelijk vond ik ze heel erg leuk en heb ik die gekocht. Want ik heb natuurlijk die V-hoops, die Louis Vuitton V-oorbellenhoops. Ik kreeg oprecht de meeste vragen als ik die in heb. Waar zijn je oorbellen van? Waar zijn je oorbellen van? Waar zijn je oorbellen van? Het zijn zeg maar die V waar ook zeg maar deze V, die van het armbandje, die V heb ik dan zeg maar in een kleine hoep als oorbel. Maar dan heb ik dus in mijn tweede gaatje heb ik altijd dit kleine diamantje. Maar ik heb dus voor de rest niks voor mijn tweede gaatje. Ik heb zeg maar altijd een klein iets in mijn tweede gaatje. En toen zag ik die en toen dacht ik, oh, maar als ik dan mijn vier hoeps in heb, kan ik die als tweede gaatje doen. Dan heb ik zeg maar Louis Vuitton oor. In mijn beleving, in mijn hoofd zag het er heel cool uit. Dus die heb ik meegenomen. En ik vind het nieuwe tasje zo cool. Met dit zeg maar aan de zijkant. Dit is hoe de oude tasjes eruit zien. Met blauw. En dan staat zeg maar hier ook nog aan de onderkant de tekst. Maar ik vond het blauwe altijd wel heel lelijk. Nou, niet lelijk, maar ik vond het niet geweldig. En dit zijn dus de nieuwe tasjes. Like, dit is toch veel meer class. En veel mooier dan dit. Uiteraard ook met goud. Jongens. Zodra ik eenmaal obsessed ben met iets zoals goud, rood, steentjes, dan ga ik zeg maar all the way. En zodra, dan word ik zeg maar extreem gelukkig van zo'n tasje als dit. Met goud en love it. Dus nou, ik werd dus wel echt super blij van het tasje. En toen keek ik dus in het doosje. En toen zag ik nog meer goud. Oh my god. Dit is zeg maar hoe ze de oude doos deden. En ik vind het gewoon heel mooi om dit zo te laten. Please let me be. Maar dit is dus gewoon hoe ze de vorige doos hebben. En dit is dus hoe ze de nieuwe doos doen. Alleen hier zit dan nog blauw. Omdat ze waarschijnlijk misschien nog niet de nieuwe doosjes van die hebben. Maar met dus een heel mooi goud strikje. Echt heel cute. Veel leuker dan dit, vind ik. Persoonlijk. Ik ga deze even heel netjes naar de zijkant doen. Zodat ik hem er zo weer mooi omheen kan doen. Because I'm extra. Oh. En dan komt hier, oeh, een mooi zakje. Dat heb ik nog niet eerder gehad, volgens mij. Klein zakje. Oeh. Hier zitten ze in. Ik weet niet waarom ik eraan rook, maar ik had even de behoefte om eraan te ruiken. Oké, ik ga ze zo goed mogelijk proberen te laten zien. Met mijn crusty ass nails, die ik morgen ga laten doen. So please, do not read me. Dit is hoe die eruit ziet. Super cute. Dus dit zijn de twee kleine oorbelletjes. Ja, en dat vind ik dus super cute voor zeg maar dan voor in mijn tweede gaatje en dan die vier hoeks en dan heb je zeg maar goud. Want ik vind het, dat er bij het diamantje is het ook zilver, want die heb ik toen gekocht voor bij deze. Die ik van Bas heb gekregen voor mijn verjaardag van Swarovski. Dus daar wou ik zeg maar een tweede bij hebben die wat heel klein waren en het is ook zilver. Maar ja, die vier hoeks zijn natuurlijk goud, dus wou ik wel voor mijn tweede gaatje iets voor goud. En ze zijn echt super cute. Ik zag ze en ik dacht echt, oh. Dus dit is mijn Louis Vuitton aankoop en het is zeg maar... Het is gewoon echt iets heel kleins. Het tweede gaatje is altijd kut. Ik heb hem echt al best wel lang, maar altijd, als ik het langer dan een dag uithoud, begint hij al dicht te groeien. Echt bizar. Ja? Zit hij in? Oh, wat cute. And please, do not read my ears. Ik heb namelijk vroeger tunnels gehad, waardoor mijn oorlellen, zeg maar, ik heb echt een centimeter tunnel gehad, waardoor mijn oorlellen iets zijn uitgehangen. En ik kreeg er laatst een reactie over van, eeuw, je oorlel. Toen dacht ik echt, wat is met mijn oorlel? Oh ja, wat cute. Kijk nou, ja. Yeah. Wacht, ik kan nog wel ietsje verder hoger indrukken, want ik hoop dat er iets meer op mijn oor zit. Ja, vet cute. En dit is dus zeg maar, hij hoort zo te hangen. Maar bij mij hangt hij dus zo omdat ik een tunnel heb gehad. Ja, yeah. Cute, love it. Echt heel leuk. Dit had ik wel een beetje zo bedacht, ja. En dan wil ik het liefst ook nog een derde gaatje, maar for the future. Dus dat is de Louis Vuitton aankoop en daarmee de laatste aankoop van deze shoppinghaul. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een shoplog slash haul slash wat heb ik gekocht heb gedaan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. In ieder geval vond jij het leuk, geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jij van de producten hebt die ik heb gekocht. Wat zul je wel dragen, wat zul je niet dragen. Dus laat hier beneden een reactie achter. Ik vind het super leuk om al je leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.